Maatschappij Leer 1, hoofdstuk 5, reclame. Paragraaf 2, voorlichting of oplichting. Eerlijke en onmisbare voorlichting. De voorstanders voor reclame hebben daar een aantal argumenten voor. De eerste is dat reclame helpt om een goede keuze te maken tussen verschillende producten. Daarnaast gaan mensen harder werken door reclame. Ze zien dingen die ze willen hebben, gaan daardoor harder werken zodat ze die kunnen kopen. Reclame maakt producten goedkoper. Je krijgt vaak kortingen door reclame. Door reclame wordt de kwaliteit van producten beter. Ze beloven bepaalde dingen, dus die moeten waargemaakt worden. Reclame geeft ook gewoon een gezellig straatbeeld. Denk bijvoorbeeld met kerst alle versieringen. Dankzij reclame zijn grote evenementen mogelijk. Ze worden bijna altijd gesponsord, zoals bijvoorbeeld het Koninginnedagfeest. En reclame is vaak ook een hele mooie kunstuiting. Sommige reclames zijn ook gewoon heel knap en heel mooi gemaakt. Er zijn ook echte tegenstanders van reclame. Ook zij hebben een aantal argumenten. Ten eerste zou reclame allerlei behoeften creëren die je eigenlijk helemaal niet nodig bent. Je wilt dingen gewoon hebben, terwijl je prima zonder kunt. Daarnaast zijn een heleboel reclames gewoon irritant. Zitten ze vol met onwaarheden. Er worden dus dingen gezegd die je helemaal niet kunnen. Bijvoorbeeld een reclame voor een afwasmiddel die in één keer een enorme vlek weghaalt, terwijl iedereen weet dat dat niet zo werkt in het echt. Ze maken producten duurder, want reclame kost geld om te maken en dat wordt doorberekend in de producten. Reclame vergroot de sociale ongelijkheid, want het maakt alleen maar duidelijker wat sommige mensen wel kunnen kopen en anderen niet. Reclame is vaak rolbevestigend ten opzichte van vrouwen, mannen, kinderen enzovoort. En tenslotte is reclame zorgt ook nog voor milieuvervuiling. Denk aan de blikjes drinken die je koopt na het zien van de reclame en vervolgens weggooit naar de zijkant van de weg. Sluikreclame. Sluikreclame is een speciaal soort reclame. En sluikreclame is verborgen reclame. Dus als je bijvoorbeeld deze twee plaatjes ziet uit een tekenfilmserie en uit een film, uit de jaren 50 zelfs al, ook toen werd het al gedaan, dan zie je dat de computer wel verdraaid wil lijkt op een bepaald bekend merk met als symbool een bepaalde vrucht. En ook de zoekmachine die ze gebruikt lijkt bijna sprekend op het echt. Dit noemen we sluikreclame, verborgen reclames. En ook de zak chips staat natuurlijk wel heel mooi richting de camera gericht. Zoals je ziet, verborgen reclames die je niet snel misschien ziet omdat je op andere dingen let, maar ze zijn er wel.